Stapsgewijs worden in Baren 30 kilometer gebieden duurzaam veilig ingericht. In zo'n gebied kan iedereen veilig over straat. Auto's, motoren en bromfietsen zijn hier te gast en moeten zich aanpassen. Het gedeelte Eemnesterweg Brink-Bosstraat is als zodanig onder handen genomen. Het landelijk uitgangspunt van het 30 kilometer gebied is dat de regels zo eenvoudig mogelijk zijn. In een duurzaam veilig ingericht gebied moet uit de aanleg en inrichting van de wegen blijken wat van de verkeersdeelnemers wordt verwacht. Dit gedeelte van de Eemnesterweg, wat ligt tussen de rotonde bij het politiebureau en de Nieuwstraat, is een 50 kilometer gebied. Dit gedeelte van de Eemnesterweg is ingericht met twee fietsstroken aan beide zijden van de weg, welke is aangeduid met een fiets. Daar waar fietsstroken zijn aangebracht, mag niet worden geparkeerd op de fietsstrook, nog op de rijbaan daarnaast. Bij nadering van de kruising Eemnesterweg met de Nieuwstraat begint het 30 kilometer gebied. Dit is het begin van het 30 kilometer gebied. Hier hebben alle bestuurders die van rechts komen vooraan. De verhoging die hier is aangebracht is bedoeld om de snelheid naar beneden te brengen. Door de nieuwe inrichting is de uitrit van de parkeerplaats komen te vervallen. Het is nu een weg van rechts. Dit 30 kilometer gebied is uitgerust met fietssuggestiestroken. Op deze stroken mag wel geparkeerd worden, omdat deze niet zijn voorzien van een fiets. De treding van Berkelstraat is duidelijk. Dat is een weg van rechts. Dit 30 kilometer gebied is nu duurzaam veilig ingericht. Er zijn verhogingen geplaatst om de snelheid te verlagen. Dat betekent dat er nu één groot Brinkplein is ontstaan, tot aan de terrassen. Vooral hier moet iedereen rekening met elkaar houden. De oversteekplaatsen, die zijn verdwenen. Men mag overal oversteken, dus oogcontact met andere weggebruikers is van groot belang. De kruising met de Brinkstraat is gelijkwaardig, dus alle bestuurders van rechts hebben voorrang. Deze kruising is in de 30 kilometer zone getrokken. Het is tevens duurzaam veilig ingericht.
alle bestuurders hebben daarom voorrang van rechts. Het verkeer vanuit de Bosstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer uit de Eemstraat. En het verkeer uit de Stationsweg heeft voorrang op het verkeer vanaf de Brink. En daarom moeten de voetgangers goed opletten. De Nieuw-Barenstraat is een volgend project in het kader van Duurzaam Veilig Baren.